We zijn in de Zeelandhallen. We zijn in Goes voor de jaarlijkse Supercross. Op het circuit dat aangelegd is door de bekende Belgische circuitbouwer Freddy Verheerstraat. Die deed dat ook al in 2011 en 2012. En we gaan kijken naar de strijd tussen Nancy van der Ven en The Boys. Zoals u het net al zag. Nancy, in november is ze 16 geworden. Dus nog een van de echte jonge talenten op crossgebied. En voor haar is de wedstrijd in Goes erg belangrijk. Ze is geboren en getogen in Vlissingen. En voor haar was dit dus min of meer een thuiswedstrijd. Ze was er een tijdje uit en ze wilde natuurlijk toch hier voor eigen publiek laten zien dat ze er wel weer bij kon zitten. Ze was op vrijdag 7e geworden in de gecombineerde Supercross 1 en Supercross 2 wedstrijd. En nu ging het dus om de Supercross 2 klasse, de SX2 klasse. En hoe ging het tijdens de training? Ik had een beetje problemen met de koppeling, want ja, die stond niet zo naar mijn zin. En daardoor ging het rijden niet zo goed als het eigenlijk zou moeten gaan. Ja, het rijden ging op zich wel goed de eerste paar rondjes. Maar ja, daarna ja, dan ga je toch een beetje merken. Maar tijdtrainen, dat is toch niet zo mijn ding. Word ik al een beetje zenuwachtig van. En dat het allemaal moet gebeuren in die ene ronde. Dus zometeen is de serie en dan hoop ik dat het beter gaat. Nou, ik hoop ten eerste dat ik in één keer in de finale zit. En dat ik dan ja, een beetje goede plekken heb zometeen in de serie. Dat ik goed op mag rijden naar het starthek. Want een goede start is hier echt alles. En ja, ik hoop dat er misschien toch wel een top 5 of een podiumplek in zit. Ambitieuze dame Nancy van der Ven. Ze werd in 2013, haar eerste seizoen in het wereldkampioenschap voor dames, keurig 5e. En ook in 2014 zal zij in die titelstrijd rijden. Ook opvallend, ze rijdt met een tweetakt. En hier in deze eerste heat zal ze het dus opnemen tegen eigenlijk alleen maar jongens. Eens kijken hoe ver ze zal komen met het nummer 85, dat is maar. De kop wordt genomen door nummer 128, Jordi van der Oort. Nancy op de tweede plaats. En daarachter zien we ook nog met het nummer 75, Laurens Aartsen. En Nancy zit er direct na die start goed bij. Ze zei al, start is hier heel erg belangrijk op dit relatief korte baantje. Het circuit toch weer heel anders dan in 2011 en 2012. En Nancy hield het hoofd behoorlijk koel in deze serie. Zoals gezegd in 2014 ook weer in het wereldkampioenschap voor dames. Afgelopen jaar deed ze het daar erg goed. In dat eerste seizoen dus werd dus 5e, het beste resultaat toen. Een 3e en een 5e plaats in Tsjechië. En met die 5e positie in het eindklassement was ze ook de beste Nederlandse voor. Rit van der Wekker die finishte als 8e en Marianne Veenstra die op een 10e plek uiteindelijk op werd genomen in die eindstand. Maar terug naar Goes, terug naar deze heat. Het gaat goed. Ze wordt begeleid trouwens door haar broer Rinus, 25-jarige Rinus. Rijdt eigenlijk al een tijdje niet meer. Hoewel die bij de strandrace in Vlissingen er nog bij was, samen trouwens ook met Nancy. En hier de finish voor Nancy. Rinus die een aantal jaren geleden, 2010, zeer zwaar geblesseerd raakte, zwaar gewond raakte in Stuttgart tijdens de Supercross. En voor hem was toen afgelopen met zijn carrière. Ja, hij staat hier eigenlijk natuurlijk aan de kant om haar zo goed mogelijk te laten presteren. Dat is, ja, dat probeer ik dan toch zo ver mogelijk zo te begeleiden. Maar ik sta met meer spanning en stress langs de kant dan dat ik zelf zou rijden. Zij doet dingen waarvan ik soms wel eens denk bij mij van, kind, had daar toch eens buitenom gegaan en spring je op dat tafeltje en eraf. Dan ga je plekje naar voren en dan blijft ze er gewoon achter rijden. Soms sta ik maar daar gruwelijk aan op te vreten. Ja, dat klopt. Als ze gewoon de verstand gebruikt, kan ze bij de eerste 5 rijden. En als ze een klein beetje geluk hebben en ja, ze zou nog een klein beetje harder gaan, dan kan ze gewoon podium staan. Dus wat dat betreft is het wel een goede uitgangspositie. Ja, ook voor de start natuurlijk. Hè. Je kan bij de eerste 3, 4 kiezen. Dus ja, dat is altijd beter dan dat je als 10e naar het hek kan. Ja, ik heb het altijd tegen proberen te houden, want ze hebben ook nooit mogen rijden. En op de dag dat Rinus dat ongeluk kreeg, toen vroeg ze dan of ze dan wel een motor zou krijgen. Ja, ik heb, in eerste instantie heb ik nee gezegd. En Rinus die zei ook van, jij gaat nooit meer crossen. En dan heb ik de moeder gezegd van, wat beziel jou om te zeggen dat zij niet mag crossen?
wij hebben alles voor jou gedaan en waarom zouden we dat dan niet voor Nancy doen? Dus ja, meer hebben we daar niks over gezegd of gedaan totdat we thuis kwamen en toen heb ik toch maar een motor gekocht. Ja, in de aanloop naar die finale, dan probeer ik zo normaal mogelijk te doen, maar dat valt niet mee. Daarom zoek ik ook bewust mensen op om mee te praten en ik ben ook wel blij dat de mensen langskomen bij ons. Dan gaat de tijd wat verder om en dan denk ik er ook niet zoveel aan. Maar ondanks die ongelukken wat er nu al allemaal gebeurd is, ben ik heel erg gestrest. Ja, de kosten voor de WK's die zijn natuurlijk gigantisch. En zeker met een wedstrijd naar Qatar toe, en zeker in het begin van het seizoen. Ik moet wel zeggen dat ze dat heel erg slim doen. Zou je daar als tweede of derde wedstrijd zetten, weet iedereen zijn plaats. Komt daar helemaal niemand. Verwacht überhaupt daar ook niet veel mensen. Nu ga ik daar naartoe en in principe is heel het budget voor een compleet jaar zou dan op zijn. Maar er zijn wat mensen bijgekomen. Bijvoorbeeld Henk van der Haar, William van de Houthandel en GMB Vishandel. Die trekken me er gewoon doorheen en die nemen een hele hoop van de kosten op zich. Ja, een beetje zenuwachtig begint nu al te komen. Maar gelukkig heb ik een goede serie gereden en kan ik op een goede plek aan het hek staan. En ja, hoop ik dat ik een goede start kan pakken en een beetje mee kan komen. Dat was een tweede plaats voor Nancy in de serie. De eerste plaats was voor Jordi van der Oort. En die zal zij dus ook treffen hier in de finale. Nou, laten we eens eventjes kijken naar de start van die finale. Met onder andere met het nummer 189 Fabian Priest en met nummer 85 dus Nancy. En nu vanaf de helmcamera. En ze komt dan in het gedrang, maar meteen gaan er een paar jongens onderuit. En daardoor kan Nancy wat opschuiven. Met het nummer 3 zagen we onder andere ook Jesse Neleman. En wie is er dan helemaal voor weg? Wie heeft die kop gepakt en wie probeert dan weg te rijden? Met het nummer 48, Jeremy van Laarhoven, daar net voor Nancy. En Nancy zit daar ongeveer op de vijfde, zesde positie. En hier is ze met die tweetak Yamaha. Ze begon met crossen toen ze 11 was. En heeft zich toch al behoorlijk snel ontwikkeld. Het wordt interessant om te zien wat zij in het wereldkampioenschap in 2014 kan. 6 wedstrijden in dat wereldkampioenschap en ook een wedstrijd in Valkenswaard trouwens. 4 mei. En dan zal ze zich willen tonen natuurlijk ook voor het Nederlandse publiek. Hier vecht ze goed mee. Wilde dus een top 5 klassering, liever nog op het podium finishen in deze SX2 klasse. Maar het niveau van de andere jongens, van de concurrentie, lag ook behoorlijk hoog. Maar flink in strijd, in gevecht moet ik zeggen met Jeremy van Laarhoven. En van Laarhoven probeert dan weer binnen door te gaan, dat lukt nog niet helemaal. En daarachter hebben we dan met het nummer 346, we zagen hem eventjes in beeld komen, Thierry Pittens. Hij zou deze wedstrijd op zijn naam schrijven. Nogmaals dat duel met Jeremy van Laarhoven voor. Daar komt Thierry Pittens met het nummer 346. Nancy moest de wedstrijd in Zuid-Laren missen omdat ze een knieblessure had opgelopen tijdens de strandrace in Vlissingen. Werd ook geopereerd daaraan, aan haar knie. Er werd toch wel het een en ander gevonden in die knie. Er waren wat losse stukjes kraakbeen en ook de meniscus was gekneusd, de binnenkant. Ze had haar knie verdraaid tijdens de strandrace in Vlissingen. Daar werd ze trouwens 8e. En bovendien werd ook nog ontdekt tijdens die operatie dat er een afgescheurde kruisband was. Maar, zei Nancy, dat wist ze al, want die was een paar jaar eerder al hier in Goes afgescheurd. Ze handhaaft zich goed in deze finale. Achter Brett Bijtjens met het nummer 146. En ze zit in de buurt van de top 3, maar wordt uiteindelijk 5e. Pittens wint de wedstrijd voor Nelemans en van Laarhoven. En Nancy wordt 5e, zo'n 3 seconden achter 3e man van Laarhoven.
En of ze daar tevreden mee was, het was maar een beetje, nou het waren een beetje gemengde gevoelens bij de ambitieuze Nancy van der Ven. Nou ja, over het rijden ben ik tevreden, alleen er had een derde plaats ingezeten en ja, dat zit niet zo lekker. Nou, ik had sowieso een slechte start, kwam achterover met de start en toen rolde er zoals gewoonlijk weer een hooiblok voor mijn wiel, zulke soort dingen heb ik altijd. En ja, toen kwam echt iedereen voorbij en ik denk dat ik wel een beetje laatste de bocht inging. En toen vielen er een heleboel en toen kon ik er tussendoor. En toen ben ik eigenlijk een beetje die plek blijven hangen. En heb ik nog een keer iemand ingehaald, maar die zat gewoon niet echt meer in. Nou, ze doen er echt alles aan om mij niet voorbij te laten komen. Ze gaan slingerend over de baan, ze rijden van rechts rijden ze in één keer naar links. En gewoon alles dat ik er niet voorbij kan komen. En dat vind ik eigenlijk jammer, maar dat ze niet een keer de buitenbocht proberen te nemen of iets. Maar gewoon omdat ik een meisje ben, dat ze proberen om er alles aan te doen. Ja, was zeker een heel leuke editie, maar ik had meer gehoopt op een podiumplek en dat is niet gelukt. Maar ja, volgende keer beter.